Welkom bij HPV. De quiz over jouw gezondheid. En mijn kandidaten van vandaag zijn Casper, Alia en Milan. Hebben jullie er zin in? Zeker. Ja? We beginnen gelijk met de eerste vraag. De kans dat jij ergens in je leven besmet raakt met HPV is 50%, 80% of weet ik veel. Antwoord B. De meeste mannen en vrouwen, maar liefst 80%, lopen één of meerdere HPV-infecties op gedurende hun leven. Casper, wist jij dit? Ik was hiervan niet op de hoogte, nee. Nee? Nou ja, dan weet je het nu. We gaan door met vraag 2. Als je besmet bent met HPV, vergroot je de kans op hoofdpijn, kanker of weet ik veel? Antwoord B. Het vergroot de kans op kanker, zoals baarmoederhals en peniskanker. Dit virus wordt overgedragen door pijpen, beffen, neuken, nou ja, intiem contact dus. Wil je nog de groeten doen aan iemand thuis? Ja, mijn moeder. Hartstikke leuk. Nou, hebben we dat ook weer gehad. Gaan we gewoon door naar ronde 3. Hoe bescherm je jezelf tegen HPV? Is dat een vaccinatie, een condoom of weet ik veel? Het juiste antwoord is antwoord A. Natuurlijk is een condoom gebruiken altijd een goed idee, maar het beschermt niet goed tegen HPV. De manier om je te beschermen tegen het virus is met een vaccinatie. En die is alleen dit jaar gratis beschikbaar voor iedereen tussen de 18 en 27 jaar. Dit was HPV, weet ik veel. En vergeet niet, er is één vaccin tegen 6 soorten kanker.